Waar een fout. Zeggen. Zijn eerste van de wedstrijd. Don O'Neill. Faberski. Oh, Faberski. Schitterend. Jan Faberski. Straft op geniale manier de fout van AZ af. Don O'Neill kwam er niet langs, maar daar is Faberski. Met een schitterend schot. Timber. Timber naar Brobby. Brobby moeilijke hoek, maar wat fraai afgerond. Door Brian Brobby, die 3 minuten nodig heeft om Ajax dan uiteindelijk wel op 0-3 te zetten. Bij zijn eerste echte kans is het raak. En is de wedstrijd natuurlijk helemaal definitief in de zak van de Amsterdammers. Manel, laat hem liggen, laat hem vallen. Nou, nu dan Hato, Hato! Ja, alsnog 1-1. Juro Hato in de 87ste minuut. Misschien wel de beste van Ajax op het veld. De jongste zeer zeker. En een prima goal van de aanvoerder en centrale verdediger. Zo weinig afgedwongen. Het wachten was op die ene individuele actie. En die komt hier. Wat een geweldige goal is dit, zeg. Van Juro Hato. Probeer even. Om ze te verrassen. Nou, oh. Ja! Spitsen doet dat. En dat is een grote fout van Lorsheid. En een schitterend doelpunt dus van Spitsen. Tadic. Schieten. Berghuis. Oh, ho, 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 ho. Dat is schieten, hè. Dat is schieten. De tweede van Berghuis. Na een minutenlange omsingeling van Ajax. Maar RKC niet meer uitkwam. En dan Berghuis met zijn tweede voltreffer van deze avond. En ook deze van buiten de 16. Schitterend geraakt, heerlijk geraakt.